ben Grace Otto en ik ben afdelingsleider van de MAVO-afdeling. Ik heb heel veel onderzoek gedaan in neuropsychologie naar de hersenen en het gedrag van mensen, van de leerlingen ook. Zorg dat je van tevoren 's avonds je tas inpakt. Dan hoef je dan niet 's ochtends, mocht er wat gebeuren, dat je de helft vergeet. Kijk wat voor middelen je mee moet nemen. Laat ook even je ouders meekijken. Ga op tijd naar bed. Dat is het meest belangrijke. Het brein werkt goed als het uitgerust is. Dus ga niet de hele nacht doorblokken. 'S Ochtends sta je op tijd op en in alle rust vertrek je naar school. Belangrijk is dat je ook breaks neemt, pauzes neemt. Na een uur, neem even een kwartier of een half uur pauze. Drink wat, eet wat. Want hersenen hebben ook tijd nodig om het inderdaad in dat lange termijn geheugen te storen. Ademhalingsoefeningen, je traint je. Dus vanuit je buik moet je dus heel diep ademhalen door je neus, zodat je buik op het hoogste punt is. Dan ga je in 4 seconden ga je heel rustig uitademen. Dat je ook voelt dat je gaat ontspannen. En dat herhaal je een paar keer, een stuk of 4, 5 keer. Focus je gewoon op jezelf. Laat je niet afleiden door je omgeving. Focus je alleen maar op dat kleine stukje waar je de tafel hebt.